Zeg, oh, oh. De trein komt. Snel. Snel, go, Quinn. Go. Oh. Ja. Go. Knol power. Hallo dames en heren. Superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben in het prachtige Spanje. En dit is alweer de allerlaatste dag. De reden dat ik hier ben is omdat de moeder van D 50 jaar is geworden. En 4 maanden geleden heeft ze deze hele leuke reis geboekt. En ik ben daar heel erg blij mee. Want hoe heerlijk is het om heel eventjes weg te zijn van het weer uit Nederland. En heel eventjes hier te zijn in Spanje. Waar het ook winter is. Maar je gewoon zoals je ziet in een hemdje kan rondlopen. We zijn al wezen ontbijten en ik heb heerlijk genoten van mijn pannenkoeken. Kijk maar. We gaan op jacht naar pannenkoeken. Ik heb ze gevonden. De pannenkoeken. Kijk eens eventjes hoe lekker. Hola. Am I going to be on YouTube? Do you want to be on YouTube? Yeah, I'm already a YouTuber, but I'm a YouTuber. Are you a YouTuber as well? But I'm a YouTuber from the Netherlands, so you won't understand me. Can you give me a high five? Yeah, man. My name is Enzo Knol. Kai is crazy. Oh, Kai is crazy. Oh, so you're a crazy YouTuber. And everything. Cool, man. Hoppakee. Oh, deze pannenkoeken zijn zo lekker. 1 en ik pak er nog eentje. Deze is echt super groot. 2. Hoppakee. Thank you. Ik vergeet iets. Ik vergeet het belangrijkste wat er is. Ik vergeet chocopasta. Chocopasta is echt super lekker om erop te doen. Laten we op deze 2 pannenkoeken even wat chocopasta doen. Hopsakee. En het zit op mijn pannenkoek. Ik zou zeggen, eet smakelijk. We hebben alles al ingepakt. De kamers zijn leeg. We zijn ook uitgecheckt. Dat moet meestal namelijk al in de ochtend. En wij vliegen vanavond om een uurtje of 8:30. Dus vandaar dat we nu alles neerzetten in de kofferruimte. Zodat we daar niet de hele dag mee hoeven te sjouwen. En dan kunnen we nu nog eventjes genieten van, ja, het mooie weer weet ik niet. Laten we het hopen. Vandaag is namelijk de slechtste dag van de hele week. Dus hopelijk klaart het nog een beetje op. Jeetje Mina, je zal maar zo'n strandtent hebben. Hè? Kijk dan hoe super gaaf dit is. Een mooi stukje zo naar het strand in één keer. Tadaa! Nou, je kan ook wel duidelijk zien, hè, dat het niet de mooiste dag is. We hebben het wel naar ons zin gehad. Altijd. Dave was een beetje irritant en vervelend. Grapje, hij was gezellig. Dave, niet zo boos lopen. Wat? Wat dat? Ja, zo loop je echt boos, ja. Het is namelijk een soort club sandwich, verdeeld in 4 broodjes met patatjes. Deetje heeft een pizza. Quinn die krijgt een lekkere burger. Hoppakee. Oh. En ze spelen de hele tijd super sicke video's af op dit beeldscherm. Let op hoor. Het is een soort slip en slide van een rots af. Het is echt super vet. Allemaal in slow motion. Ziet er echt super dik uit. Maar ik denk dat ze al die tv's hier hebben. Omdat die gozer in de bediening hier zo, die heeft ook al de hele tijd over voetbal. Dus ik denk dat heel veel mensen hier voetbal kijken. En ik snap dat wel. Super chill in de zomer, voetbal. Nice. Oh, dat is pijn terug. Kom maar! Tiki, taki! Yeah. Oh, met de keeper! En chest! Kom maar! Yes! Oh, op tijd gefilmd, echt perfect gewoon. Heerlijk, we zijn tafelvoetbal aan het doen zoals jullie zien. En dit is echt geweldig, dit is voor mij nostalgie. Ik ben nu 24 en ik weet het, ik voel me 14 of zo. Je gedraagt je ook als 14?
Dankjewel. Alleen niemand van 14 heeft zo'n raar snorretje. Het zou wel bijzonder zijn, ja. Maar in ieder geval, hij mag er bijna af. En deze voetbaltafel, nou niet deze, maar een voetbaltafel had ik altijd bij Achilles in 1894 in Assen. Was super leuk. Daarom is het voor mij nostalgie. Dat betekent dat je zeg maar teruggaat naar vroeger, dat je dat ook altijd speelde. Echt super leuk. Dus kom op, Eve. We gaan, hè? Daar gaan we. Winst, hè? Hebben we er gewoon bij gezet? Ja, we hebben hem erbij. Het staat 1-0. Kom maar. Het staat 2-0. Het staat 2-0. Het staat 2-0. Nee, huh? Ik ben het score aan het doen, hè, Quinn? Nou, heel goed. Heel ja hoor, ik voel het. Wij zijn Real Madrid. Hey! En hun Barcelona. Precies op tijd gefilmd. Ja. We hebben een paar uur lang gechilled bij het strandtentje. En wat gaan we nu doen, D? Naar het vliegveld. We gaan naar het vliegveld. Wat gaan we daar doen, Quinn? Ik denk fietsen. Ik denk het ook. Wat doe je met bier in je hand? Ja, lijkt er wel op, hè? Nee, maar we gaan dus naar het vliegveld en dan gaan we helaas weer terug naar het slechte weer. Ja, maar ooit komt er een eind aan en dat is toevallig vandaag. Ja, vandaag komt er een eind aan. Zo, check die vogels. Wel mooi. Het zijn al die groene vogels. Mooie groene vogels. Hier hebben we de Spaanse Policia, local van Torremolinos. Ik ben zo slecht in Spaanse namen uitspreken, niet normaal. Ik ken maar een paar Spaanse woorden en dat is gracias, dat betekent dankjewel. Muy bien, dat betekent heel goed. Caliente, Dave, wat betekent caliente ook alweer? Warm. Warm, oh ja, caliente betekent warm. Fanta naranja, dat is gewoon sinaas. Melon con jamón. Melon con jamón? Ja. Wat is dat, meloen? Met. Meloen met. Wat eet je altijd bij meloen? Vlees. Ham. Ja, jamon is ham. Jamon is ham. En cerveza is... Is bier. Ja. En frio, dat betekent koud. Ja, en agua sin gas is... Is water met prik. Nee, zonder. Oh, water zonder Zin prik. Zin is zonder en con is met. Oké. Nou, ik moet zo toch nog wat Spaanse lessen gaan volgen. Ik weet niet wat deze auto heeft misdaan bij de duiven, maar de duiven hadden zo te zien wel echt... Letterlijk een scheidhekel aan deze auto. Holy moly. Dit ligt er ook heel random. Deetje! Vang! Nee! Oh! Wat was dat op die auto? We hebben echt op een minuut na hebben we gewoon de trein gemist. Dus Quinn, ben jij klaar om even te gaan klimmen? Ik wel! We gaan een ezeltje doen, ken je dat? Nee. Dus elke keer doe ik iets. En dan moet jij het nadoen. En als je het niet kan nadoen, krijg je een letter. Daarna mag jij iets doen, dan moet ik het nadoen. En als ik het niet nadoen kan doen, dan krijg ik een letter. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké, okay, de eerste opdracht. Oké. Okay. Straks vallen. Niet vallen, hè? Gast. Dat was de eerste opdracht. Je bent helemaal fiets. Ja, ik ben er klaar voor. Dit is de laatste dag dat we hier zijn. Laat het alsjeblieft wel goed gaan, oké? Okay? Even al zijn spullen uit zijn zakken voor de zekerheid. Oké, daar gaat hij. Ja, niemand wil natuurlijk een letter. Dus je gaat je best doen om het gewoon te halen. Maar Quinn die kan dit hoor. Ja, hoe moet je om die klok heen? Die is groot, hè? Nou, we zijn even lang, dus dat moet je kunnen. Kom op, Quinn, hou je vast. Hou je vast, Quinn, hou je vast. Oh, lekker hoor. Nice. Zo, dat deden we wel goed. Lekker. Nu mag jij iets verzinnen. Ik moet iets verzinnen. Oké, okay, Quinn, wat heb je verzonnen? Een nieuwe opdracht. Alleen, hier zit een hulpsteuntje, maar die mag je niet gebruiken. Die mag je niet gebruiken? Want anders is het wat te makkelijker. Oké. Okay. Wat te makkelijker. Ik bedoel wat te makkelijk. Dus ga omhoog. En dan moet je. Oh, kijk hem! Oh, kijk hem! Oh, ik ben echt bang dat het bord het begeeft. Oh! Oh! Ik voel het! Laat je handen zien. Oké, daar ga ik. Ik hoop dat het bord maar houdt, hè? Ja, maar kijk, als je goed kijkt, zie je dat hier zit gewoon een stang. Dus het is eigenlijk gewoon een ijzeren stang. Oké. Okay.
Maar hoe hou jij daar vast? Ja, dat had ik ook. Daarom ging ik heel snel. Hoort dit een lettertje of niet? Ah. Het gaat goed, kom aan. Keep going, knolpower. Yes. Knolpower is er altijd. Oh my god, je moet er wat voor over hebben. Zo hé. Ja, en nu hè? Nu moet jij weer. Nu moet ik weer wat verzinnen. Ben je er klaar voor? Ik niet. Ja. 1, 2. Real Spider-Man. Dit is hem. Wow, dit is vet. Maar hoe kom je nu weer naar beneden? Aan de andere kant. Ik denk niet dat je op dat dak kan lopen. Nee. Nu jij. Let's go. Let's go, Quinn. Oh. Lekker hoor, Quinn. Ja hoor, hij komt helemaal boven. Woo! Zo, dit is dope. Dit is vette plek, hè? Kijk wat erop ligt. Dat is gewoon een zitzak. Een zitzak. De mensen gingen hier gewoon even chillen. Wat? Het is gelukt. Wow. We zijn er allebei op. Kijk hoe vet de plek dit is, man. Kijk eens aan. Woe. Dit is zo ver. Zo. Oh, de trein komt. Snel. Snel, go Quinn. Go. Oh. Ja. Go. Je haalt het. Gast, gelukkig. Oh, we hebben het gered, gelukkig. Oh. Let's go. En we zijn weer op het vliegtuig. Op het vliegveld. We zijn weer op het vliegveld. En we gaan straks met het vliegtuig. Dat wilde ik zeggen. We willen nog niet naar huis. Nog langer niet. We willen nog niet naar huis. Maar we moeten wel naar huis. Want we moeten weer naar school. Maar dat willen we niet. Maar we moeten weer naar school. Maar dat willen we niet meer doen. Nooit meer doeg. School is heel belangrijk, dus we doen het toch. We doen het toch. Maar school is heel belangrijk, dus we doen het toch. Ik moet nog 5 jaar studeren. En jij bent bijna klaar met de middelbare school, dan moet je ook nog studeren. Dus we zijn nog heel lang bezig. Groetjes. Vandaag is de dag dat Enzo zijn snor eraf mag. Heeft hij uitgesteld, dus ik denk dat hij... Oh, nou, je komt als geroepen. Oh, ga je hem eraf halen? Ja. Echt waar? Mag ik dat doen? Ja, kan niet hier. We zitten bij een restaurant. Oh ja. Maar mag ik het doen? Ja, is goed. Oké, dan gaan we nu naar de wc. Ik ga mee. Oké, 3 man sterk gaan we naar de toilet. Durf je dit aan? Ik durf het aan, ja. Ga maar even op de pot zitten. Op de pot zitten? Oké, daar gaan we. Ben je er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Oh, mijn snor, dames en heren. Nog even goed kijken hoe vies die is. Hij komt gewoon over mijn lippen heen, hè. Oké, hang boven de wasbak. Oké, daar gaan we. Oh, gast. Oké, daar komt hij. Oh, met rechts. Het zit in je mond. Oké. Ik aan het allerlei. Dit is zo raar. Oh, het zit hier nog bij je lip. Het is zo eng als iemand anders je scheurt. Wow! Wie doet het licht uit? Oh, schat, ik ben oh, dat waren allemaal haren. Oeps. Zullen we het zo laten? Ja, dit is helemaal goed zo. Oké, dan komt iemand naar het toilet om zijn telefoon op te laden. Ja, waarom niet? Kan ook. Oké, let's go. Verdomme, je kan echt niet scheren. Ze scheert zo mijn lip, joh, gek. Ik hoef toch ook nooit mijn snor te scheren? Nee, maar ze steekt zo die rand zo in mijn... Jongen. Sorry. Zo, dames en heren. Ik ben weer terug. Kijk dan joh, hier, ik bloed gewoon. Zo. Ik ga denk ik dood. Volgens mij. Maar hou je mond, weet je hoe pijn dat doet? Ja, ik weet dat het pijn doet, maar het is niet dat je nou... Oh, ik bloed gewoon. Het doet gewoon pijn, oké? Zo. Het ziet er echt veel beter uit. Kijk eens even, Enzo is terug, dames en heren. Guess who's back? Back. Knol is back. Yeah. Tell a friend. Guess who's back?
created a monster, cause nobody wants to see Marshall no more. They want Shady on top living. A little bit of me. A little bit of me. Ik denk dat deze hebben worden. Oké. Okay. We hebben zojuist, omdat we ons verveelden, eventjes foto gemaakt met z'n tweeën. Hey. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan even kijken. Is het wat geworden? Ik ben echt razend benieuwd. Daar liggen ze hoor. 1, 2. Ah, is dat niet leuk? Cute. Hebben we allebei een fotootje. Ja, wat zijn we aan het doen? Jeetje. Even je merchandise blessen. Quinn die heeft wel super vette nieuwe merchandise. Dit is Uber Quinn. En hier zo, Uber Quinn. Yeah. We zijn precies met etenstijd hier op het vliegveld. Dus we gaan nog eventjes wat lekkers eten. Dedy heeft spare ribs. En ik heb nachos. Vind ik zo ontzettend lekker. Hopelijk is het ook lekker. Mm. Mm. Met guacamole. Took some time, but we pointed out that tomorrow isn't here right now, baby. An absent mind came to roam around, captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. See it clear when the shadows are lit, I'm ready to go. Mensen. Ik heb niet zoveel geslapen als normaal. Meestal slaap ik namelijk de hele vlucht. Nu heb ik maar een klein half uurtje geslapen van de 3 uur. Bijna. Maar ik vond het helemaal prima gaan. Wat vond jij, Dee? Het is koud hier. Jongen, jongen. Meteen zeuren over dat weer, hè? Typische Nederlanders. Het is gewoon zo koud. Ik weet één ding in ieder geval zeker. Ik ga lekker naar huis en slapen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem super tof. Vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren. Ik zie dat groene. Dus ik wilde zeggen een groen duimpje omhoog. Maar dat is al lang voorbij. Het is al heel erg lang een blauw duimpje. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan hopelijk zie ik jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik natuurlijk. En trouwens nog heel even. Heel, heel, heel erg bedankt voor alle lieve positieve reacties op deze afgelopen dagen vakantie Spanje vlogs. Echt super tof om te zien. Er komen ook nog hele toffe dingen aan. Dus het is niet zo dat als de vakantie nu erop zit, dat het in één keer niks te doen is of zo. Er komen heel veel leuke dingen aan. Dus bedankt voor het kijken. Tot morgen. En dikke, vette peace. Knol power!